Kent je dat er iemand in je klas zit die zegt van ik heb keislecht geleerd, maar dan wel een 9 op 10 haalt? Ah, wel, dat haat ik super hard. Ik heb van mezelf examenstress. En dat komt gewoon omdat mensen in een groepchat van mijn klas bijvoorbeeld zeggen van ja, het is te veel leerstof, het is te moeilijk, het gaat gewoon niet. En dan demotiveert mij super hard en dan ga ik gewoon op mijn gsm zitten en gewoon niet studeren. En dat is gewoon helemaal niet nodig, want stel je leert gewoon en je luistert niet wat andere klasgenoten zeggen, dan haalt je het altijd supergoed. Als je gewoon jezelf blijft en er keihard voor gaat en gewoon er keihard voor werkt, dan komt alles goed. What?